Het is heel bijzonder hè, dat er zoveel schilderijen zijn van de grote kerk. Maar ik zag ook dat er een schilderij van de Schors tussen hangt. En waarom is dat? De aanleiding voor deze tentoonstelling is dat er 400 jaar geleden de reformatie is doorgedrongen tot Almelo. Toen ging de heer van Almelo en de pastoor van Almelo die gingen over van de katholieke kerk naar de hervormde kerk. En automatisch, dat waren toch wel de beperkingen van die tijd, automatisch ging dan ook de rest van de gemeente mee. Want dit was natuurlijk de katholieke kerk. Nou, die naam hebben ze daarover genomen. Maar de kerk die nu staat als katholieke kerk is een opvolger van de eerste die rond 1800 is gebouwd. De huidige kerk is van 1902. Die tentoonstelling is tot stand gekomen op initiatief van Kees Blok. Dat is onze voorzitter van het bestuur van het Stadsmuseum Almelo. En het idee is inderdaad om te laten zien de werken uit het Stadsmuseum waar de Grote Kerk op staat. U bent een van de medewerkers hier in de Grote Kerk. U bent gastheer, maar tevens penningmeester heb ik begrepen. En ook heel erg betrokken bij deze nieuwe expositie. Wat hangt hier zoal? Hier hangen schilderijen die betrekking hebben niet alleen op Almelo, maar ook op de Grote Kerk. Ja, want er zijn verschillende werken van verschillende mensen. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, u vindt werk wat vrij verfijnd gemaakt is door schilders, maar ook heel expressief werk van bijvoorbeeld Berry Brigman. Ja, dat is een bekende Almeloer die de laatste, of tenminste het laatste deel van de 20e eeuw veel gemaakt heeft. En ik hoorde dat er nog een Almeloze schilder is die veel geschilderd heeft, maar dan in de beginjaren 20. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat is meneer Van der A, een bekende Almeloze schilder. En ook bij heel veel bewoners van Almelo bekend. En wij zijn er heel blij mee, want daarmee gaan ook eigenlijk schilderijen die in het depot zijn en waarvan wij geen plek in de vaste opstelling hebben, die komen nu ook eens zichtbaar voor het publiek in Almelo. Ja, die gaan dan ook een beetje leven. Ja, precies. En ik denk dat beide partijen, zowel de Grote Kerk heel blij is als wij, inderdaad, omdat je nu eindelijk eens stukken laat zien die anders nooit zichtbaar zijn. En het schilderij waar u nu bij staat, wat kunt u daar iets over zeggen? Ja, het is een heel aantrekkelijk beeld. De meeste schilderijen, als je hier rondkijkt, zijn mooi, maar nogal somber van aard. En ik vond het zo leuk om in het Stadsmuseum dit werk te vinden. Met een zo'n uitbundige bloeiende tuin met uitzicht op de Grote Kerk. Soms vind ik bijvoorbeeld dit schilderij heel erg mooi. Heel gedetailleerd, maar ook in wintersfeer. Maar het schilderij van Berry Brigman, wat heel expressief aangebracht is, vind ik ook een hele goede keus om hier te laten zien. Dus al met al zijn het werken die echt de moeite waard zijn om bezichtigd te worden? Jazeker. Ik vind dat alle bewoners van Almelo hier langs moeten komen om de tentoonstelling te gaan bekijken.